De R van september, voorjaar en vuurkorf. Redenen genoeg voor een gezellig vuurtje. Dus pak een bijltje er maar bij, er mag weer gehakt worden. We begrijpen dat u uw haklust niet kunt bedwingen, maar we attenderen u graag op uw eigen veiligheid. Voor u begint een paar vragen. Zit de kop goed vast en is de steel onbeschadigd? Is de bel scherp? Heeft u voldoende ruimte om u heen? Is de bel niet te lang? Gebruikt u goede handschoenen? En gebruikt u een hakblok op een stevige ondergrond? Als u alle vragen met ja kunt beantwoorden, kunnen we aan de slag. En wij leggen u de makkelijke manier graag uit. Kijk daarvoor in het blok hout. Als het goed is, ziet u hier scheurtjes in. Plaats het blok met een scheurtje naar u toe en hak vervolgens op de scheur, maar wel aan de rand, zodat de ringspanning breekt. Vervolgens kunt u het gehakte hout met een keukenbel fijner kloven voor aanmaakhoutjes. Denk ook hierbij vooral aan uw eigen veiligheid, dan is na afloop 3 bier voor de houthakkerij ook echt 3 bier.